Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianland Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 81. De start van seizoen 6 gaat dus beginnen. En ik denk ook het laatste seizoen van F1 22 My Team Career Mode. Waarom? Elke zaterdag en zondag komen er 2 video's. Dus op zaterdag 1, op zondag 1. Dat had u echt niet verwacht. En ja, dat betekent 8 weken lang weer uploaden. En dan zitten we ongeveer in, wat is het, mei. En in juni komt altijd het nieuwe spel uit. Dus dan heeft het geen zin om weer een nieuwe My Team Career Mode te starten. Goed verhaal. Einde van seizoen 5 is dit dus nog. Alles van de regulatieverandering hebben wij veilig gesteld. Dus we zijn gewoon weer het snelste team. Coureurs en constructeurs geworden. Max Verstappen werd tweede. Vice-kampioen voor hem. We would like you to do this interview. En dan spoelen we de tijd gewoon eventjes lekker door. En dan komt het aan op contractonderhandelingen met Max Verstappen. Graag wil ik hem behouden. Maar het bereik is mislukt omdat we niet genoeg marketing hebben. We hebben spec 2, Max wil graag spec 3. En dat betekent dat wij op zoek moeten gaan naar een nieuwe rijder. We doen dit alvast even kopen, maar goed, daar hebben wij eigenlijk helemaal niks aan. Want ja, Verstappen wil niet meewerken met ons. En dat betekent dat wij op zoek moeten gaan naar iemand anders. Sergio Perez is officieel weg. Uit de Formule 1 heeft zich teruggetrokken. Maar dit is wel jammer van Verstappen. Maar 1 seizoen meegedaan. En dan kijken of misschien Jenson Button wil terugkeren bij ons. Bereik is benaderd, jazeker. We bieden gewoon 8 miljoen dollar als salaris. En jazeker, de wereldkampioen van 2009 keert terug in de sport. Jenson Button is weer een Formule 1 coureur. Een oud iemand keert terug, want ja, Button is al op leeftijd. Maar goed, in het spel kan alles. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. Einde van het seizoen betekent dat we zometeen de uitslagen krijgen van het sponsorgeld wat we hebben behaald. Het teamacclaim en natuurlijk ook de nieuwe auto die we zometeen te zien krijgen. Wij zijn level 22 geworden. Button is level 15. Het team is level 27. Dat is goed om te zien. $47,76 miljoen erbij vanwege het prijsgeld en de sponsor. In totaal $64,74 miljoen op de bank. En 13 race overwinningen behaald. 8 pole positions en 412 punten. Dus een uitstekend seizoen hadden wij dus behaald. Dan volgt nu de kalender. En we gaan beginnen in Saudi-Arabië. Niet in Bahrein, die slaan we even over. Allemaal even kijken welke banen er weer op komen te staan. Ik ben niet fan van Monaco en Miami. Bahrein dus weg. We doen even alle circuits er eventjes uit om te bepalen welke de leukste zijn voor het laatste seizoen van F1 22 My Team Career Mode. Dan wordt dit de kalender. Denk ik. Ik vind hem eerlijk gezegd zo wel goed. Pakken alle races van de tweede seizoenshelft. Dus ja, dat zijn weer leuke circuits.
En dat is dus officieel de kalender. Dus we beginnen in Saoedi-Arabië. En dat betekent nu op naar het rijdersprofiel. Oftewel, ja, het pak aanpassen, de handschoenen aanpassen, de helm aanpassen, de auto aanpassen, de kleurenstelling van de auto aanpassen. En natuurlijk met welke motor gaan wij rijden. Ik kan je alvast verklappen, we gaan gewoon met Red Bull Powertrains van start. Vorig seizoen met de Renault motor, nu dus met de Red Bull Powertrain. Daar hebben wij volgens mij nog niet één keer mee gereden. Dus dit wordt een mooi moment om daarmee af te sluiten. En we gaan terug naar de Brawn GP tijd van Jenson Button. Wit, fluoriserend, geel, groen en zwart. Dat wordt ook de kleurstelling van de auto. Dus Button voelt zich op zijn gemak. Leuk feitje. Honda was in 2008 een fabrieksteam. En Brawn heeft dat overgenomen. Dus ja, daar kan je die link wel leggen als je fan bent van de Formule 1. Even kijken welke kleurstelling de beste is. Wel jammer van die blauwe lijn op de motorkap. Als dat niet mooi is, dan pakken we deze gewoon niet. Ik wil gewoon even kijken of dit de juiste kleurstelling is. Rood doen we niet, denk ik. Even kijken allemaal. Zwart sowieso erop. Dan zou dit het worden. Alleen ik ben geen fan van dat rode namelijk. We gaan even kijken welke de beste is. Sommige patronen vind ik niet zo mooi staan namelijk, dus nou, dan doen we dat gewoon niet. Kunnen we hier de kleurstelling van veranderen natuurlijk, dat kan eigenlijk bij elke livery. Behalve die van McLaren en Lando Norris en van F1 zelf volgens mij. We gaan hier gewoon even op uitproberen. Dan zou dit de auto worden. Ik vind hem best wel mooi geworden hoor. Zeker. Beetje klassieke kleuren zit er ook in vanwege het oude Lotus. Het 1970. Alleen die had zwart in plaats van wit. Nu ook even de badge aanpassen. De teamkleuren aanpassen. Ander logo er even opzetten namelijk. Van zwart naar wit. En dat moet dan ongeveer geel-groen worden. Zo ongeveer. Het plusje ook even aanpassen namelijk. Yes, en dan kan je daar nog even de edit-stijl even aanpassen. En dan even de teamkleuren. Opslaan. Nou, dit is dus het team. Kunnen als rijders nummer 1 pakken natuurlijk. Dat doen we gewoon. En dat betekent, het team is dus gemaakt. Goed gedaan. Dit is dus de officiële auto voor dit seizoen. Met Jenson Button erbij. Een ervaren rijder. 2 wereldkampioenen in het team. Wij zijn een dubbele wereldkampioen. Button is een enkele wereldkampioen. Even de kalender opvullen. Maar goed, dat is dat allemaal dan even snel gedaan. En dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor aflevering nummer 81 van het nieuwe seizoen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij kwalificatie deel nummer 1 en kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Hetzelfde geldt voor Jenson Button. Kijken wat hij kan.
Daar nemen wij die laatste bocht ietsjes te wijd, missen de apex wat. En hebben daar wat tijd verloren. Maar goed, dat geeft niks. We moeten gewoon de ronden zien af te maken om door te kunnen komen naar Q2. Einde van hopelijk mijn eerste en laatste run in Q1. Nog eens naar P2. De score op 3. Er zijn een aantal debutanten in de Formule 1 gekomen. Ik weet even niet wie, maar wij laten de snelste tijd noteren met het 1.29.653. Liam Lawson is trouwens een van de debutanten in de McLaren. En dan zijn we aanbeland bij Q2. En dan moeten wij gaan kijken of wij door kunnen komen naar Q3. DRS geopend. Geen idee waar Jensen Button staat. Maar goed, dat boeit ook ons eigenlijk helemaal niet zoveel. Want ja, deze run is gewoon cruciaal voor ons. Daar wel iets te wijd en krijgen een track limit waarschuwing. Groen in sector 1 en 2 met de vlag hangt over 30 seconden uit. DRS geopend en dan laten wij een 1.28.197 noteren. De snelste tijd en Button op P2. Zijn we aanbeland bij Q3. Het laatste kwalificatiedeel loopt dus met ongeveer 2 minuten en 20 seconden op de klok. We staan op een P10. En hopelijk brengt dit rondje ons naar de pole position. Het zou mooi zijn. Tsunoda op P6. Gaan daar een klein beetje de fout in door de apex wat te missen. Deze bochten nemen wij heel erg goed. Groen in sector 1 en 2 met ongeveer 50 seconden op de klok. Dus we hebben nog kans voor een tweede run. En iedereen gaat nu zometeen hun ronde afmaken. Wij kunnen nog een tweede run eraan toevoegen. En wij laten een tweede tijd noteren op 96.000ste van Liam Lawson. De rookie kan hier zijn allereerste pole position pakken. Het zou heel knap zijn als hij dat gaat doen. De eerste rookie die gelijk pole pakt in zijn eerste Formule 1 race. Kunnen wij daar nog iets aan doen? Daar een track limit waarschuwing met paars in sector 1. Groen in sector 2. Zijn een tiende onder de tijd van Liam Lawson. Sorry, van onszelf. Excuses. Daar helaas gaat het een klein beetje mis en verliezen daar tijd. Maken hier toch nog wat tijd goed, al is het niet zoveel. En dat blijft een tweede plek. Liam Lawson pakt dus in zijn allereerste Formule 1 race de pole position. Wij komen 72.000ste tekort, Norris op P3 en Jensen Button knap naar P5. Nicolas Latifi rijdt trouwens voor Ferrari. Yuki Tsunoda naar Red Bull. Dus wat verschuivingen. Ben benieuwd hoe die het gaat doen, maar wij moeten ons nu focussen op de race-overwinning. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 81 van het nieuwe seizoen hier in Jeddah. No more testing, no more practice. This is the real deal. And it's make or break here at round one of this year's Formula One World Championship. So let's take a look at a topographical map of the Jeddah Street Circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. We'll see just how much the teams have benefited from their time spent in practice this weekend. And like many street circuits, this track has the potential to punish drivers that get it wrong. Let's hope we avoid any safety cars today. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Liam Lawson lines up on pole position, and the professor completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Leclerc, Jensen Button, and Ocon, Tsunoda, Gasly, Latifi, and Fernando Alonso, Drugovic, Yuri Vips, George Russell, and Tictum, Oscar Piastri, Teo Pourchaire, Robert Schwartzman, and Mick Schumacher, Magnussen, Stroll, Richard Vachon,
and Guan Yu Zhou. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. And they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid voor de allereerste race van het nieuwe seizoen. 25 rondes lang is de wedstrijd niet zo lang, vind ik. Geen 30 rondes. Waarom? Jeddah is een lang circuit. Vandaar dus. Formatieronde. Kijken of wij de banden en de remmen goed kunnen opwarmen. Hetzelfde geldt voor de motor. Liam Lawson dus in zijn allereerste wedstrijd op pole position. Nog eens op P3 Leclerc 4. Button sinds zijn terugkeer op P5. Doet hij goed. Hopen dat hij daar ook kan blijven. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van de formatieronde. Formation lap dus komt ten einde. En dan gaan we ons voorbereiden voor de race hier in Jeddah. Komen keurig in de gridslot terecht. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 81. De start van het laatste seizoen van F1 22. My Team Career Mode met Liam Lawson op pole position. Onszelf dus op P2. Jensen Button op P5. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Beter dan Liam Lawson en zijn hem al gepasseerd in de eerste bocht. Jazeker, zo doen we dat. Ocon pakt een plekje goed aan Jensen Button. Hij verliest wat terrein en wij dus aan de leiding in de eerste ronde van de race. Gaat naar Lawson, is 18e. Inmiddels een seconde geworden. Wij zijn al eenmaal snel in de bochten. Jazeker, 1.1. Ronde nummer 5 is het als wij even de snelste race ronde noteren met een 1.32.034. Button is weggezakt. En Gasly heeft het lastig. Achter Ocon is het 4 seconden naar Pierre Gasly. Dus de Fransman moet wat tempo gaan zien te pakken in de wedstrijd. Gaat naar Lawson, sorry, naar Norris is 1.7. Waar is Liam Lawson? Is Liam Lawson uitgevallen? Ik denk het wel. Want Norris zit eraan te komen voor een aanval. Is hij nog niet voorbij. Wiedenhaken daar een klein beetje in elkaar. Wordt daar wijd geduwd. En Charles Leclerc kan profiteren. De Monegask naar P2. Lawson dus uitgevallen in de wedstrijd. En wij rijden in ronde nummer 6 van de race. Een seconde ongeveer is het gat naar Leclerc. Gasly op 5. Gat is daar 8 seconden ongeveer. Dit gebeurde met Liam Lawson in ronde nummer 3, rijdend op P4. En een motorisch probleem gooit roet in het eten. Lawson in zijn debuutrace finished niet. Vertrok van pole, maar staat met lege handen. Jammer, in ronde nummer 11 zitten wij. Als het gat naar Leclerc 4.3 is. Gele vlag in sector 1, omdat er iemand gaat uitvallen. Dat is denk ik Guan Yu Zhou. Ook met een motorisch probleem. Die 4.5 is het gat naar Leclerc. Zhou Guan Yu uitgevallen dus. Gele vlag daar en de safety car is uitgeroepen. We hebben daar licht de muur aangetikt en hebben ook wat voorvleugelschade zie ik. Aan de rechterkant. Leclerc, zijn achterstand is 4.3 en wij duiken naar binnen voor onze late pit van de dag. Gaat naar de harde band om daar 14 rondes lang mee verder te rijden. Dat moet gewoon goed gaan komen. En mocht er iets geks gebeuren, ja, dan hebben we alsnog de snelheid. Pitstop moet niks fout gaan en dan hebben we eigenlijk deze wedstrijd gewoon binnen.
krijgen de auto mooi op tijd afgeremd. Jazeker, 5.2 is het gat naar Charles Leclerc en komen denk ik voor de Monegasque de baan op. Iedereen van de top 5 duikt denk ik naar binnen. Fantastic... 2.4, een prima pitstop en komen gewoon mooi op P1 weer de baan op. Jazeker. En hier hebben we koude banden en daar pakken wij een 3 seconden tijdstraf. Vanwege koude banden zijn wij de lijn doorgestoken en hebben een tijdstraf van 3 seconden. We moeten daar rekening mee gaan houden tijdens het einde van de wedstrijd. Dus wij moeten minimaal 3 seconden losrijden van Charles Leclerc. Aan boord bij Guangyu Zhou. Ja, niet aan boord. We kijken mee met Guangyu Zhou. Gebeurde denk ik in de tweede bocht van de race. Jazeker, hier is het dan al gedaan. In de tweede bocht van de race van het circuit van de baan is het gedaan met Zhou Guangyu. Dat wordt een DNF. Hetzelfde geldt voor dus voor Liam Lawson. En er zit alweer in ronde nummer 13 als de safety car naar binnen duikt. En wij mogen het tempo nog gaan bepalen tot aan start-finish. Gat is 15e naar Charles Leclerc. Met die 3 seconden tijdstraf moeten wij sowieso hard gaan lopen trappen met nog 12 rondes te gaan. Banden nog goed opwarmen. En Leclerc proberen te foppen in de race. We gaan hier weer op het gas, jazeker. Overtekenop aangooien. Leclerc zit al gelijk te prikken naar de slipstream. Maar kan er niet langs. Dat is nog te ver weg. Waar rijdt Jensen Button? Geen flauw idee. Gaat naar Leclerc is 17e. We moeten nu zo hard mogelijk proberen te stampen voor de race-overwinning. Een seconde, 1.1. Dit is in de laatste ronde van de race als dat gat 2.7 is. En ik denk dat wij tekort komen. Nog proberen wij die laatste bocht nog om iets goed te maken. Het stijgt weer naar 3 seconden. Maar het is niet genoeg, 2.9, 2.8. Norris wint de race. Wij komen wel als eerste op de baan. Maar door een tijdstraf verliezen wij de race-overwinning. Norris pakt dus de eerste race van het nieuwe seizoen. En is het op naar de volgende wedstrijd. En kijken of wij revanche kunnen nemen. So as they climb out of the car, the Red Bull team are ready and waiting to celebrate a thoroughly deserved win. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I think it was clear what the main contributing factor out on track was, speed. I know it sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Lando Norris wint de eerste race van seizoen 6 met als snelste race van de punt. Wij komen 2/10 tekort door een tijdstraf van 3 seconden door een domme fout van ons. Charles Leclerc naar het podium. Latifi op P4 in zijn debuutrace voor Ferrari. Tsunoda 5, Yuri Vips 6. Ocon 7, Button verliest terrein P8. En twee uitvallers Zhou Guangyu en Liam Lawson. 14 punten achterstand op Red Bull. En 8 punten achterstand op Lando Norris. Plus 2 voor mij. Plus 5 voor diezelfde Lando Norris. 4 tegenover 6 staat het nu. Maar goed, hebben we nog volop tijd om dat weer recht te breiden en te racen. Team McLaren is level 28. Wij zijn level 22. Button is level 15. Verwacht je niet. Toch is het wel. Helaas. Pole position die behaalt. $1.4 miljoen erbij. En we hebben 250.000 misgelopen.
$79.500 erbij. In totaal 50 miljoen op de bank. Jazeker. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dit is duidelijk de aflevering dan. En vertel me wat je leuk vindt. Dus nu op mijn gamekanaal. Abonneer voor meer wekelijkse F1-22. My Team Kremlin content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook het belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Zou leuk zijn als je dat zou gaan doen. Maar goed, ja. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content.